De onderwijsraad adviseert minister Bussemaker van Onderwijs dat scholen met minder dan 100 leerlingen dicht zouden moeten. Ze zijn te klein om kwalitatief goed onderwijs te garanderen en ze zijn te duur. In Zeeland zou dat betekenen dat er 96 van de 233 basisscholen zouden moeten sluiten. Ook de Schutte in Gapingen zit met 29 leerlingen ver onder de grens. De schooldirecteur zet in een eerste reactie vraagtekens bij het adviesrapport. Als ik zo hoor wat de commissie dan zegt, dat scholen eigenlijk dan kleiner dan 100 leerlingen te duur zouden zijn en te weinig kwaliteit zouden leveren, dat vind ik geen goede mening. Absoluut niet. Ik denk dat scholen onder de 100 prima kwaliteit nog kunnen leveren. Als ze hier één leraar hebben op 10, 12 leerlingen of minder, dan kan je volgens mij betere kwaliteit leveren als één leraar op 25 of 30 leerlingen. Wat betreft de kosten vindt Onderdijk dat er ook verder gekeken moet worden dan de schoolmuren. Wat is tegenwoordig allemaal te duur? Ik bedoel, er staat ook heel veel tegenover. Er zitten voordelen aan en er zitten nadelen aan. Kijk, wanneer een school van een dorp weg zou gaan, dan betekent dat ook heel veel voor een dorp, voor de dorpsgemeenschap op zich. Als je alleen maar kijkt naar de ontmoetingsplaats van ouders, ontmoetingsplaats van kinderen. Je bent ook als dorp aantrekkelijker als je een school hebt. Wanneer de school in een dorp weg is, is het ook logisch dat mensen zeggen, ja, dat vind ik toch een gemis. Misschien ga ik wel ergens anders wonen daarom die reden. Het is toch wel fijn om een school in de eigen omgeving te hebben. Het is praktisch voor de kinderen, fijn om met elkaar na schooltijd te spelen. 100 leerlingen vind ik, wij zijn natuurlijk een veel kleinere school. Maar ja, ik zou het erg jammer vinden. Het rapport van de raad is een advies. Het is nu aan de regering om erop te reageren.